Hallo mensen, welkom bij weer de vierde tutorial van hoe maak je je eigen Minecraft plugins. In deze tutorial ga ik jullie alles uitleggen over hoe wij argumenten kunnen gebruiken in onze command. Ik heb even een voorbeeldje gemaakt en die ga ik nu even laten zien. Ik heb een command gemaakt genaamd slash geef. Als ik nu op enter klik, dan komt er te staan gebruik slash geef item. Het item wat erachter komt, dat is een argument. Dus stel wij doen bijvoorbeeld het argument appel. Dan heb ik mijzelf een appel gegeven. Dit argument heb ik in de code geschreven. Dus als wij als eerste argument appel meegeven, krijgen wij dus een appel. Stel wij doen bijvoorbeeld brood. Dit heb ik ook in de code geschreven. Dan krijgen wij een brood. Doen wij bijvoorbeeld iets wat ik niet in de code heb meegegeven. Dus bijvoorbeeld iets randoms gewoon. Dan komt het te staan gebruik slash geef appel slash brood. Je kan natuurlijk verschillende opties toevoegen en maken en je kan natuurlijk je eigen command hiervan maken. Maar in deze tutorial gaat het puur om hoe wij argumenten kunnen gaan gebruiken en dat ga ik jullie dus deze tutorial ook leren. Als we weer zijn aangekomen bij onze code, ga ik eerst even beginnen met al deze tapjes te sluiten. Dat doe je heel makkelijk met rechtermuisknop op een tapje en dan kan je hierop klikken, op close all tabs kan je dan klikken. Dan worden alle tapjes gesloten en dan is het weer wat overzichtelijker. Wat ik ga doen, ik ga een nieuw command aanmaken, want wij willen een geef command aanmaken. En ik noem dit command, noem ik ook geef command. Wat we natuurlijk altijd doen bij een command is implements command executen. En dan gaan we met onze muis over implements en dan klikken wij op implement methods. En dan klikken wij op OK. Wat je meestal ook eerst doet bij een command is kijken of het command is gestuurd door een speler. Dat doen wij heel gemakkelijk met if. Sender instance of player. Dat hebben wij in de heal command hebben we dat ook gebruikt. Dat hadden wij hier gebruikt. Wat je nog kan doen is een else maken en dan bijvoorbeeld een berichtje sturen naar het console wat wij hier ook hebben gedaan. Maar dat ga ik dit keer even niet doen. Ik laat het gewoon mooi zo. Wat we ook even gaan doen is een player variable aanmaken. Dat doen we heel simpel met player. Dan geef je het de naam. Ik geef het de naam player. Is tussen haakjes player sender. Dat hadden wij hier bij onze heal command hadden we dat ook gedaan. En wat wij nu kunnen gaan doen is kijken of de lengte van de args sowieso 1 is. Dus als we even onze command erbij pakken, onze command dat wordt slash geef en dan het item. De args zijn natuurlijk de woorden die je achter het originele command zet. Dus item is in dit geval is onze arg. En het arg moet sowieso 1 zijn. De lengte van de arg moet sowieso 1 zijn. Als wij dit hebben. Als we bijvoorbeeld alleen het command geef hebben, dan is de args 0. Als we bijvoorbeeld de speler aantal item hebben, dan is de lengte van de args is dan 3. Als wij alleen speler item hebben, dan zijn de lengte van de args zijn dan 2. En als wij alleen item hebben, dan is de lengte van de args 1 enzovoort. Dus wij gaan beginnen met het kijken van if args.length. Dus is de lengte van de args. Is dat 1? En als dat niet zo is, dan kunnen wij bijvoorbeeld zeggen van player.sendMessage chatColor.red. Dat is in het rood natuurlijk. En dan kunnen wij zeggen van gebruik slash geef item. Ik zal het nog even één keer uitleggen. We kijken hier of de lengte van de argumenten of dat 1 is. En als dat niet zo is, dan sturen wij de speler een bericht in het rood met gebruik slash geef item. Dus oftewel, als de speler nu alleen slash geef typt, dan krijgt hij dit bericht. Dus nu weten wij dat de arg sowieso 1 is. En nu kunnen we gaan kijken of het argument dat ze hebben meegegeven, of dat hetzelfde is als bijvoorbeeld appel of brood of wat dan ook. Dus dat doen we heel simpel met if args 0.equals ignore case. En dan doe ik bijvoorbeeld appel. Waarom gebruiken wij hier args 0 en niet args 1? Wij hebben hier gekeken of de lengte van de args 1 is. Dus je zult dan ook denken dat if args 1, dat het de args 1 moet zijn en niet args 0. Nou, dat is dus niet zo, want je begint altijd bij 0. Dus als we dit bijvoorbeeld doen, is dit args 0, is dit args 1 en is dit args 2. Je begint altijd bij 0. Maar wij hebben in dit geval maar één argument wat we willen. Dat is het item. En dat is dus args 0.
En waarom gebruiken wij hier equals ignore case en niet gewoon dubbel is? Nou, dat is heel simpel. Je hebt equals en je hebt equals ignore case. En equals ignore case, dat is eigenlijk, zorgt er eigenlijk voor dat als wij appel meegeven, dan gaat hij het doen. Als wij bijvoorbeeld appel in hoofdletters meegeven, dan gaat hij, dan werkt hij ook. Als we bijvoorbeeld appel zo meegeven, zoiets, dan werkt hij ook. Ignore case zorgt er eigenlijk voor dat hij de hoofdletters negeert. Als wij alleen equals hebben, dus als we alleen dit hebben, dan moet het precies hetzelfde zijn als dit. Dus dan kan je dit niet gebruiken. Dan kan je niet zo appel typen. Dan moet het precies zo worden. Dus daarom gebruiken we hier een ignore case. En ignore case, dat betekent eigenlijk negeer hoofdletters. Maar if de argument 0 is dus appel, dan kunnen wij dus de speler bijvoorbeeld een bericht sturen. Met player.sendMessage. SetColor.green. Kunnen zeggen van appel gegeven. En nu kunnen wij nog één toevoegen. Dat kunnen we met else if kunnen wij toevoegen. En dan doe ik bijvoorbeeld brood. Doen wij else if args 0 punt equals ignore case. En dan doe ik bijvoorbeeld brood. En dan kunnen wij hier weer neerzetten. Player.sendMessage. SetColor.green. Brood gegeven. En nu, wat we nu hebben gemaakt is wij kijken of de args, of de eerste argument, als het appel is, dan krijgen wij een bericht met appel gegeven. Als het eerste argument brood is, dan krijgen wij een berichtje met brood gegeven. Maar stel nou de argument dat we hebben meegegeven is niet appel en is ook niet brood. Dan kunnen wij hier nog toevoegen, else. En dan kunnen wij de speler weer een bericht sturen met gebruik appel of brood. Dus dat kunnen wij weer doen. SetColor. SetColor.red doe ik bijvoorbeeld. En dan kunnen we zeggen van gebruik slash geef appel of brood. Zoiets kan je dan neerzetten. Je kan het natuurlijk helemaal zelf weten. Nu krijgt de speler natuurlijk alleen nog maar een berichtje en niet de appel ook echt in zijn inventory. En dat willen we natuurlijk wel hebben. En dat gaan wij doen met player. En dan willen wij de inventory van de player krijgen. En dat doen we met get inventory. En dan doen wij add item, want we willen een item toevoegen aan zijn inventory. En dan doen wij een nieuw item stack material punt. En dan de material, dat is appel, want we willen een appel geven aan hem. Als je nou nog niet weet wat item stack is en wat materials is en zo, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat wij nu een item gaan geven aan de speler. Maar je weet waarschijnlijk nog niet wat item stack is en hoe dat allemaal werkt en zo. Maar in een andere video ga ik jullie alles leren over item stack en items en materials, etc. In dit geval gaat het er alleen om dat wij het item geven aan de speler. Dan kunnen wij dit ook weer kopiëren en dan kunnen we dat bij brood neerzetten. En dan willen wij de speler een bread meegeven natuurlijk. Wat je ook nog kan doen is natuurlijk een comma neerzetten en dan het aantal. Dus je kan nog hier een aantal toevoegen. Ik wil gewoon één appel en ook één brood meegeven. Eigenlijk is onze command nu eigenlijk al volledig klaar. Ik ga er nog even volledig doorheen en even uitleggen wat alles nou precies is. Wij kijken hier op het begin natuurlijk of de sender een speler is. Wij maken hier een player variable aan. Wij kijken of de argumenten 1 is. Als dat niet zo is, dan sturen wij de speler met gebruik slash geef item. Dus stel zij gebruiken alleen het slash geef command, dan krijgen ze dit berichtje. Daarna kijken wij of de eerste argument die ze hebben meegegeven, dat appel is. Als dat zo is, dan sturen wij een bericht met appel gegeven en dan geven wij hem appel mee. Stel nou het eerste argument dat ze hebben meegegeven is brood. Dan komt er te staan brood gegeven en dan krijgen ze een bread mee. Stel nou ze hebben geen appel of geen brood, maar iets anders neergezet als eerste argument. Dan krijgen ze een bericht met gebruik slash geef appel of brood. Je kan natuurlijk zoveel mogelijk opties meegeven als je natuurlijk wil. Je kan hier nog één toevoegen met bijvoorbeeld diamond of wat dan ook. Je kan natuurlijk verschillende dingen doen. Het hoeft niet precies dit allemaal te zijn. Maak er iets leuks van. Maak er je eigen command van. Het gaat erom dat jullie weten hoe je argumenten gebruikt en wat argumenten zijn natuurlijk. Nadat je een command hebt gemaakt moet je er natuurlijk altijd voor zorgen dat je je command registreert in de main class.
Dat gaan wij hier weer doen. We zetten hem onder onze heal command. Dat kunnen wij natuurlijk weer doen met cat command. En dan het command. En ons command wordt geef. Punt set executor nieuw. En dan de class. Dat is geef command. Nu hebben wij geregistreerd. Wat ik even ga doen is hier command neerzetten. En hier listeners. Dat is voor mij wat overzichtelijker. Daarna gaan wij naar onze plugin.jml. En hier moeten we natuurlijk onze command ook weer gaan registreren. Hier zetten we natuurlijk weer geef. Het moet natuurlijk hetzelfde zijn als in de main class. We kunnen een beschrijving meegeven, dat ga ik ook even doen. Geef jezelf een item. Een alias kan je nog meegeven, dat ga ik niet doen. Een permissie ga ik ook dit keer niet doen. En usage ga ik wel even doen. En dat is slash command, dat is slash geef natuurlijk. Je kan natuurlijk een alias meegeven, je kan natuurlijk een permissie meegeven, dat moet je zelf weten. Ik hou het bij dit. En dan kunnen wij onze plugin weer gaan builden, dat doen wij hier. Als hij dan klaar is, kunnen wij naar onze server gaan. Kunnen we naar onze plugins folder gaan. Dan verwijder ik dit even. Dan gaan wij hier naar onze target folder, dan kopiëren wij onze plugin en dan pasten wij hem hierin. En dan kunnen wij hier op start klikken. Als onze server is opgestart, kunnen wij onze server gaan joinen en dan kunnen wij onze command gaan testen. We doen slash geef, let trouwens niet op mijn username, ik zit niet op mijn eigen account. Dan kunnen wij doen slash geef, als we dat doen, dan krijgen wij gebruik slash geef item. En ik zie nu dat wij ook een message krijgen met slash geef, dat komt omdat als we naar onze code gaan, in onze plugin.jml hebben wij een usage meegegeven. En in de video waar wij heal command hebben gemaakt, heb ik uitgelegd dat als jij een usage meegeeft, dat je dan bij je command return true moet neerzetten. Dat hadden wij bij onze heal command hadden wij dat ook neergezet. Dus zorg ervoor dat als je een usage meegeeft in de plugin.jml, dat je in je command dan return true moet neerzetten. Dus ik ga de plugin even weer opnieuw builden en even weer opnieuw in de server zetten. Oké, ik heb even de plugin weer opnieuw in de server gezet. Als wij nu slash geef doen, kijk, dan krijgen wij die random message die we hier net kregen, die hebben we nu niet meer. En nu werkt die ook. Gebruik slash geef item. Als wij slash geef appel doen, dan krijgen wij een bericht met appel gegeven en dan krijgen wij een appel in onze inventory. Doen wij slash geef brood, dan komt er te staan brood gegeven en dan krijgen wij een brood in onze inventory. En als wij bijvoorbeeld slash geef en dan iets randoms doen, dan komt het te staan slash geef item. Dit komt omdat ik meerdere argumenten heb gebruikt. Stel ik doe één argument wat random is, dan komt het te staan slash geef appel of brood. Dus onze command werkt nu volledig en wij hebben nu een command gemaakt met argumenten. Wat ik jullie ook graag wil laten zien is hoe wij onze heal command kunnen gaan upgraden eigenlijk als het ware. Want wij hebben een heal command gemaakt in 2 afleveringen geleden volgens mij was dat. En dat is heel simpel. Wij kregen een berichtje met je bent succesvol geheeld. En je hartjes worden dan bijgevuld en je food wordt dan bijgevuld. Maar wat wij kunnen doen, wij kunnen argumenten gaan toevoegen aan ons heal command. Waardoor wij bijvoorbeeld slash heal en dan een spelernaam kunnen meegeven zodat je niet alleen jezelf kan healen, want nu kunnen we natuurlijk eigenlijk onszelf alleen maar healen. Maar wij willen natuurlijk misschien ook andere mensen kunnen gaan healen. Dus dat gaan wij dan maken met behulp van argumenten. Dus dat je dan slash heal en dan spelen naam doet, zeg maar. Ik ben nu als enigste in deze server, dus dan wordt het slash heal en dan mijn username. Maar wij gaan dan slash heal en dan een speler naam gaan we dan meegeven. En dan wordt de speler die je dan hebt meegeven, die wordt dan geheeld. Stel nou je geeft een speler mee die op dat moment niet online is. Dan kunnen wij ook maken dat je een berichtje krijgt met bijvoorbeeld deze speler die je probeert te healen, die is niet online. Dus laten we dat proberen te gaan maken door middel van argumenten. Oké, we zijn hier aangekomen bij onze heal command die wij een paar afleveringen geleden hebben gemaakt. Stel nou je hebt deze aflevering niet gevolgd, dan kan je het nu even snel overtypen als je dat wilt. Het is een heel simpel command. We checken hier of de sender een speler is. We maken hier een speler variable aan. Wij zetten de speler health naar 20. Wij zetten de speler food naar 20. En wij sturen de speler een berichtje. Maar wat wij nu willen maken is slash heal
en dan een speler meegeven. Dus laten we dat gaan doen. Waar wij weer mee gaan beginnen is wij willen gaan kijken of de args.length, dus of de lengte van de args 1 is. Als dat niet zo is, dan kunnen wij de speler weer een berichtje gaan sturen. Dan kunnen wij deze even kopiëren als we willen. En dan kunnen wij de speler een berichtje sturen met gebruik / heal speler. En nu willen wij gaan kijken of de eerste argument die ze hebben meegegeven, of dat een speler is die online is. En dat doen wij met if bucket.getPlayer args 0. Want args 0, dat is ons eerste argument. En dat is de speler. Is niet 0. Dat betekent als de speler niet 0 is, dan gaan wij het command uitvoeren. Else, dus als de speler wel 0 is, dan kunnen wij de speler een bericht sturen met chatColor.red bijvoorbeeld. Met de speler die je probeert te healen is niet online. Dan kan je bijvoorbeeld zoiets meegeven. Dus nu kunnen wij onze command gaan maken, want wij weten dat de speler die we hebben meegegeven dat niet 0 is. Dus nu kunnen wij dit heel gemakkelijk kopiëren. Dus ik ga dat kopiëren met Ctrl X en dan paste ik het hier weer in. Maar wat we nu doen is de speler zijn helft neerzetten. En de speler, dat is degene die het command heeft uitgevoerd. Dus dat is niet de speler die wij hebben meegegeven. Dus wij moeten dan weer een player variable aanmaken. En dat is dan de speler die we hebben meegegeven als argument. Dus wij gaan een nieuw player variable aanmaken. Dat doen wij weer met player. En dan noem ik deze target. En target, dat is degene die wij willen healen dus. En dat is dan bucket.getPlayer args 0. Want args 0, dat is de speler. Dus wij hebben nu een nieuwe player variable aangemaakt, genaamd target. En dat is de speler die wij als eerste argument hebben meegegeven. Dus nu kunnen wij dit gaan veranderen naar target. Dus wij zetten de health van de target naar 20. Wij zetten het food van de target naar 20. En wij sturen de target een berichtje. En ik wil dit berichtje graag gaan veranderen. En ik wil hiervan maken chatColor.green. Je bent geheeld door. En dan player.get. Nee. Dus nu krijgt de target, dat is degene die geheeld is, krijgt ook een berichtje met je bent geheeld door wie je bent geheeld dus. En dat is player.getName. Want player, dat is degene die het command heeft uitgevoerd. Daarna kunnen wij dus player zelf ook nog een berichtje sturen als je dat wilt. En dat doen wij met player.sendMessage, chatColor.green. Je hebt target.getName. Geheeld. Dus nu hebben wij een / heal command gemaakt waarbij wij nu een speler kunnen gaan toevoegen als argument. Ik ga overal nog even bij langs. Wij kijken hier of de args lengte 1 is. Als dat niet zo is, sturen wij de speler een berichtje met gebruik / heal speler. Daarna kijken wij of argument 0 of dat een speler is. Als het een speler is die 0 is, dan sturen wij de player een bericht met de speler die je probeert te healen is niet online. Eigenlijk is dit fout, want stel je geeft als speler bijvoorbeeld E mee. Dat kan niet, want er bestaan geen spelers met de naam E. Want je kan niet één letter als naam hebben. Dus eigenlijk wat je hier moet neerzetten is de speler die je probeert te healen is niet online of bestaat niet. Eigenlijk hoort het zo eigenlijk. Maar laten we verder gaan. We gaan hier een nieuwe player variable aanmaken. Dat is de target. Dat is degene die wij willen gaan healen. En die staat gelijk aan bucket.getPlayer args 0. Dan gaan we de target zijn health zetten. Dan gaan we de target food level zetten. Dan sturen wij de target een bericht. En dan sturen wij de player ook nog eens een bericht. Als het goed is hebben wij deze command al geregistreerd. Ja, die hebben wij al geregistreerd. Dat hadden wij in die aflevering toen gedaan en ook in de plugin.yml hebben we die al geregistreerd. Dus laten wij het nu even gaan testen. Ik klik weer op build. Voor de mensen waarbij dit knopje niet werkt of voor de mensen die dit knopje niet hebben,
kan je heel simpel hier naar Maven gaan, dat staat hier rechtsboven. Dan ga je hier naar Life Cycle en dan dubbelklik je hier op install. Dat doet hetzelfde als dit knopje. Dan kopieer ik hem hier weer en dan sleep ik hem weer in mijn map. Klik ik op het bestand in de doelmap vervangen. En ik heb mijn microserver nog open staan, dat kan gewoon. Wat je dan doet is gewoon reload. Dan is hij gewoon gereload, dan is de server gereload en dan is de plugin dus ook gereload. En nu kunnen wij slash heal gaan testen. En als we dat gaan doen, dan staat er gebruik slash heal spelen. Als wij een slash heal doen en wij typen bijvoorbeeld een speler die niet bestaat, dan krijgen wij de speler die je probeert te healen is niet online of bestaat niet. Als wij slash heal E doen, dan krijgen we ook weer hetzelfde natuurlijk, want die speler bestaat natuurlijk ook niet. Als wij slash heal en dan een spelernaam meegeven die online is. Nou, dit is mijn username. Let niet op mijn username. Ik zit niet op het goede account. Maar als ik dus mijn eigen username meegeef, dan krijg je 2 berichtjes. Want je bent geheeld door degene die mij heeft geheeld. En je hebt de speler geheeld. Wij krijgen natuurlijk nu 2 berichten. Omdat ik mezelf heb geheeld. Dus wij krijgen nu 2 berichten omdat we onszelf hebben geheeld. Maar onze command werkt wel. Maar jullie weten dus hoe wij argumenten kunnen gaan gebruiken in onze commands. Nu kan je zelf een eigen leuke command gaan maken. Je kan een heal command maken met argumenten. Dus je kan andere spelers nu healen. En je kan items geven met het slash geef command. Natuurlijk. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze tutorial. En dan zie ik jullie weer bij de volgende tutorial. Later.